people, I know that they're a lot of fun. They're a lot of fun to go partying with, and they drink, well, they almost drink as well as I do. They have a very interesting and diverse type of interest in food. I mean, they do a lot of cheeses, like the chowder and stuff like that, the aged chowder, which we sell here at the market. But also we bring in a lot of mackerel and herring, roll mops, I guess you might do too. We have a lot of that brought in from the Atlantic, which is farmed close to where you are, and brought here for the Australian people who enjoy the good food as well. Well, my wife is a Dutch person, and she came here when she was 6 years old. And that leads us to sort of often meet other people. We live in Geelong. There are quite a lot of Dutch people in Geelong. And do you meet up with other Dutch people? No, just some of them. One's a neighbour of ours. But it's very, very flat. You can ride a bicycle anywhere in Holland. And we would like to see more bicycle paths around in parts of Australia where the bicycle path is separate from the footpath and separate from the road, because it makes it much safer. Yeah. We notice that you see them everywhere in Holland, and you only see bicycles or the little Bromfiets on them. Yeah. So we like that. Yeah. I've been to the Van Gogh Museum, and I've been to the Krullemuller Museum in Otterlo. Some Rodin sculptures out in the garden, and it's in the middle of a little nature reserve. You know, it's a very funny, unusual place, I mean, to have an art museum, but it's nice. You can wander around the natural bushland. I think Dutch people love cheese, and I think they love coffee. And just a very old friend of mine, Abby, whose family migrated to Australia after the Second World War, always felt very self-conscious about being 6 foot tall. And when we used to go out places, I was so short and she was so tall. And when we traveled to Malaysia and Thailand together, and when she used to go and ask to see if she could buy some boots, people would look at the size of her foot and just giggle. And so one day it was just all too much and she cried. She said, oh, I just feel too tall, too big. Anyway, then she went to Holland for a holiday for the first time. She got off the plane and she looked around and it was a revelation, like most of the girls were about the same height as her. And she just thought, oh, I'm okay. I'm not that tall after all. Yeah, and she was just a beautiful girl. Nog maar 6 weken geleden dat we nog gewoon in Amsterdam woonden. Ik werkte toen bij de NOS en mijn vrouw bij HVO Querido in Amsterdam, dat is een welzijnsorganisatie. We hadden alleen al heel erg lang de droom om een keer in het buitenland te gaan wonen. En na lang wikken en wegen dachten we dat het Australië toch wel het land was waar we meest succesvol zouden kunnen zijn en waar we ons ook het prettigste zouden voelen. Ik ga het nieuw. Daarom gaat het anders. Wat ik ook heb. Mag ik ook een hapje van een banaan? Nee? Met het beroep van mijn vrouw konden we een visum krijgen en daar zijn we 1,5 jaar mee bezig geweest. En toen is dat uiteindelijk gelukt. En de laatste weken waren erg heftig. We moesten nog veel dingen regelen. Afscheid nemen dat is eigenlijk een proces wat 2 maanden heeft geduurd, want je moet iedereen nog even langs en iedereen wil nog even op de koffie. En dat was ook wel heel erg fijn om dat nog te doen. Zeker nu we hier zitten merk je inderdaad dat die afstand heel groot is en dat het ook met het tijdverschil moeilijk is om de hele dag met je familie en vrienden nog in contact te staan. Ja. Toen ik hier 6 weken geleden landde, was dat voor mij de eerste keer. Mijn vrouw was hier al wel geweest en ik er nog niet. Wat ik gedaan heb is, omdat ik hier ook als correspondent aan de slag wilde, is me al maandenlang al verdiepen in het nieuws hier, wat er hier gebeurde. Ik heb ook wat boeken gelezen die over Australië gaan, historische boeken. Om een beetje idee te krijgen van hoe de cultuur in elkaar zit. Maar ja, dat helpt natuurlijk niet, tenzij je er echt in staat. En nu
beginnen de dingen wat meer op zijn plek te vallen. En ja, begin ik het land ietsjes te begrijpen. Maar ik heb geen illusies dat dat in 6 weken kan. Dat zal nog wel een paar jaar duren voordat ik er een beetje grip op heb. Ik ben gelukkig getrouwd met Carolien. En wij hebben 2 kinderen samen, 2 meisjes. Lynn en Rosa, die vol overtuiging, maar geen enkele notie hebben van het feit dat ze nu aan de andere kant van de wereld wonen. Maar het wel hier heel erg leuk hebben en die we hier een mooi leven laten beginnen. Blijven ze Nederlands praten, de kinderen? We willen ze wel Nederlands opvoeden. We willen, dus hier in huis wordt er gewoon Nederlands gesproken. Als ze later ook Engels kunnen. Kijk, Lynn die kan nog niet eens Nederlands. Die praat een paar woordjes. Dan zullen we buiten Engels gaan praten. Want ja, het is ook wel fijn als de mensen om je heen kunnen verstaan wat je zegt. En ik denk dat dat heel makkelijk gaat. Broer die woont in Engeland, die heeft nog iets gecompliceerder, want zijn vrouw is Duits. Dus die spreken ook nog in huis Nederlands en Duits en dan buiten de deur Engels. Dus dat gaat wel lukken, denk ik. Zijn jullie van plan om voor altijd te blijven? Zijn jullie geëmigreerd of zijn jullie voor een tijdje hier? Weet je dat? We vinden emigreren echt een woord, dat is iets uit de jaren 50, maar dat is er natuurlijk wel. We gaan hierheen en dat doen we voor onbepaalde tijd. We hebben geen einddatum, we hebben niet gezegd we gaan het 2 jaar proberen. Het visum geeft ons ook de mogelijkheden daarvoor, dus daarvoor hoeven we niet terug. Maar we hebben wel iets van, als het niet lukt, als we het niet naar ons zin hebben, als we onze draai niet kunnen vinden, dan is het ook geen verlies of zo, of een teleurstelling als we weer terug naar Nederland moeten. We hebben in Nederland hadden we een heel fijn leven en dat weet ik zeker dat als we weer terug gaan naar Nederland, dat we dat ook weer zullen krijgen. Het was niet gedaan omdat we Nederland niet leuk vonden of dat we het te druk vonden of dat we een andere manier van leven wilden. We gingen echt naar Australië hier om een beetje voor het avontuur en om te kijken hoe we het zouden vinden hier. Bij mijn papa kijken, wil jij ook bij mijn papa kijken? Ja, maar dat doe ik dan op dan jouw telefoon. Nou, laat maar eens zien, denk ik. Ja. Deze vind ik leuk. Wat verwacht je dan? Ja, wat verwacht ik? Ja, dat is ook lastig, want dat is moeilijk. Maar alleen al als je het vergelijkt hoe we hier wonen. Het is een tijdelijke plek misschien. In Amsterdam hebben we de laatste 6 maanden ook in een tijdelijke plek gewoond. Er was een heel klein achtertuintje. En dat hadden we al een tuintje in Amsterdam, dat was al heel wat. Hier hebben we een enorme achtertuin en er staat een trampoline met een diameter waar je niet goed van wordt. Een zandbak. Kijk, dat zijn dingen die je in Nederland niet zo snel, zo makkelijk vindt. En dat is hier eigenlijk heel standaard. Wat zijn in deze korte periode je negatieve en je positieve ervaringen? Nou, zullen we beginnen bij het positieve. Wat ik het allerleukste vind tot nu toe aan Australië, en dat is iets wat ik niet direct had verwacht, dat zijn de Australiërs. Het zijn namelijk ontzettend vriendelijke, aardige mensen die niet te beroerd zijn om je even te helpen. Bijvoorbeeld mijn vrouw Caroline is nu op een sollicitatiegesprek en heeft een gesprek met iemand die ze gewoon via de e-mail heeft benaderd die in haar werkveld werkt. En met wie ze een keer een gesprek wil hebben. Nou, die vrouw die maakt daar tijd voor en die gaan met elkaar praten. En wie weet wat daar allemaal uitrolt. Dat vind ik opvallend. Maar ook gewoon als ik ergens ga tanken, dat viel me afgelopen weekend op. De mensen achter de balie bij het tankstation, dat zijn in Nederland niet echt de meest vriendelijke mensen. Dat is een beetje nukkig, gewoon volgende. Maar deze meneer die ging me echt uitvoerig goede dag wensen en vroeg hoe het met me ging. En
Of het ook zo lekker weer vond. En nou, ja, ik vind dat eigenlijk heel erg prettig. Ik moet er echt een beetje aan wennen. Ik ben ook gewend om nog heel Nederlands daar met mijn pasje te komen en één woord te zeggen en snel af te rekenen. Dus dat vind ik echt heel erg prettig aan Australië. Negatieve ervaring is... Nou, de huizenmarkt, dat vinden we wel lastig. We wisten natuurlijk wel over de huurprijzen en dat maakte ons niet zoveel uit. Dat wisten we al. Maar gewoon de positie, hoe het hier gaat met de huurbaas, wat voor macht die heeft. Je moet echt op je blote knieën, moet je ze danken dat je in hun huis mag wonen. En als je dan een spijker in de muur wil zetten, dan moet je ze daar nog toestemming voor vragen ook, terwijl je best wel veel huur betaalt. Of je eigen lamp wil ophangen, dat is ook al lastig. Dat vind ik wel even wennen. Dat is wel even, daar moeten we even... Nou, daar moeten we gewoon aan wennen, maar dat vinden we niet zo leuk. En verder hebben we, maar dat zal iedereen wel weten, het enige moeite gehad met een internetaansluiting, een telefoonabonnement, voordat dat al dat papierwerk er doorheen is. Maar goed, het is in Nederland denk ik ook niet heel veel anders. Als je daar als buitenlander komt wonen uit een ander land, moet je ook wat meer moeite doen. Dus, Valentijn, gisteren is de dak, de grote eend, te water gelaten in Darlinghaven. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het spectaculair. En ik vond het ook gaaf dat de bruggen eerst niet open wilden. Gebeurt dat werkelijk? Ja, ik geloof dat een monorail eens in de zoveel tijd pannen heeft. En dat was gisteren op het moment suprême. Ik zag lieve heet hoofd er heen en weer rennen. Ja. En duurde iets langer en toen ging die open. En ik moet zeggen, ik heb nog nooit zo'n opening gezien met die bad eend en de aandacht. De hele Darlinghaven staat vol met mensen. En nou, ik denk dat een heleboel mensen genoten hebben. En ik zeker. Wat mij ook trof was dat de bad eend in vergelijking tot de gebouwen een bad eend bleef. Ja. Hoe had je dat voor elkaar gekregen? Nou, dat is toch schaal. Je hebt toch een bepaalde schaal nodig. En vanaf een aantal meters is schaal gewoon... kan zo werken. En ik denk dat je wel 15 à 20 meter nodig hebt om dit geweld... in ieder geval om hem niet te klein te laten lijken. En ook niet te groot. Ik denk dat het precies goed was. Had nog een paar meters bijgemogen. Maar goed, dat heeft ook met budget te maken en met de mogelijkheden. Het is ook een heel spannend project, want je hebt te maken met water, elektriciteit, wind. En je wil hem niet stuk hebben. Nee, dit is dus een rubberen eend die dobbert daar op Darlinghaven. Al jouw dingen zijn erg groot. Ja. Met opzet neem ik aan. Zag je dat als kind al? Die ga ik hele grote dingen maken? Nou, ik denk dat ik als kind wel heel grootse ideeën had altijd. En ik denk net zoals alle kinderen eigenlijk. En ik denk dat ik dat niet ben vergeten. Of ik heb dat juist aangepakt als middel om dingen te maken. Om mezelf te expressen, hoe noem je dat? Uit te drukken. Yeah. En op de academie tekende ik al heel groot en schilder ik groot en grof. En ik denk dat mijn hand en mijn gedachte ook groot is. Als ik kijk naar je werk, je hebt bijvoorbeeld een gebouw gedaan in Rotterdam, als ik me niet vergis, dat je blauw hebt geverfd. Dat is geen klein gebouw, dat is een enorme fabriek. Wat leidt je tot zoiets? Ja, gewoon fantaseren dat dingen mogelijk kunnen zijn en zijn. En je legt het ergens neer. Dat is een heel leuk verhaal hoe dat is gegaan. Ik was in Rotterdam en ik had een ander voorstel een jaar daarvoor. Ik was net nieuw, ik kwam uit Berlijn, ik had daar afgestudeerd met mijn masters. En ik heb bij het CBK Rotterdam heb ik een schetsje ingediend. Zo van, nou die plek, daar moeten we monochroom overheen zetten.
Hè? En ik kreeg niet eens een reactie terug. Wie was Floris ten Hofman? En, hè? Wat denk je wel? En ik heb ook een badeend voorstel naar ze toe. Leuk voor de Wereldhavendagen of zo. Nooit een reactie gehad. Jaren later hoorde ik dus van de hoofd buitenruimte, Sybert Tisse, die vertelde. Ja, ik weet nog wel dat je dat schetsje stuurde. En iedereen begon hier te lachen. Van ja, wie is die gast? En wat moet die? Een paar jaar later, dat schetsje, dat is wel, heeft wel geresulteerd dat ik dus bij een aanvraag van de deelgemeente Delfshaven, dat ze bij mij terechtkwamen. Van hé, dat blok met huizen, daar kunnen we Floris ten Hofman wel voor vragen. Die pakt dingen groots. Ja, en hij pakt dingen groots aan. En in eerste instantie waren ze van plan om mij een schutting te geven. En dan zou ik wel met lokale graffiti-kunstenaars een schilderingetje kunnen maken. En toen heb ik gezegd, nee, dit moet je anders doen. Dit moet je van top tot teen blauw maken, alsof het een bluescreen is uit de film. Dat je nieuwe architectuur, want het zou gesloopt gaan worden, dat je je nieuwe architectuur er al op kan projecteren. En daarnaast dat het al lucht is, dat het al gesloopt is. Het zou binnen een jaar, twee jaar, drie jaar, nou, dat heeft met stadsontwikkeling te maken, zou het gesloopt worden. Het heeft er 3 jaar gestaan en 3 jaar lang hebben mensen de lucht al blauw gezien, eigenlijk dat gat al gezien. En werd het van meest onziende stukje Rotterdam, meest gefotografeerde stukje. Welke artiest heeft er niet voor geposeerd? Bands, bruiloften, dichters. Ja, je zag, het was zo leuk. Het was op mijn route naar huis altijd. En ik fietste ook nog eens om 's avonds, omdat het 's nachts ook heel mooi was, heel sereen. Maar mensen maakten foto's continu. Dat is wel het omkeerpunt in mijn ontwikkeling ook geweest. Ik heb daarvoor 5 jaar heel hard gewerkt aan allerlei projecten. En niemand die het eigenlijk opmerkte. Totdat het blauwe gebouwen. En toen werd het wereldnieuws. En vanuit dat project ben ik in de badeend gerold. En toen is het alleen maar groter en meer gaan worden. Well, good afternoon to you all. Thanks for having me, Powerhouse. Sydney Festival, it's been a pleasure to be here. In 2001, I started on this crazy project. Sketching, thinking, imagine how it would be to make a 20 meter high version somewhere in Holland. And I went to a big milk giant. They had this ad on television in those days with an Indian on a speedboat. And you as a child could win a trip on this speedboat. And for your parents, this Indian said, I have a big fat rubber ducky, squeak. And I thought, that's amazing, it's a good ad, you know? And I was going into the museum one of these days and saw the Dutch masters, you know, their paintings and their blue skies. And I thought an air balloon would be really nice, something of this era inside these paintings. You know, maybe I can make a small sticker and stick it on. And then these two things came together, this ad on television from Yogo Yogo and this visit to the museum. I ran out the museum, bought a carton of Yogo Yogo, dialed the number, and a week later I had a talk with Campina, the biggest milk company in Holland. And they offered me like a budget for a study. Could I make a 20 meter high rubber duck? You design it, we designed it in, I think, 2-3 years. We made the perfect patternings. And these files go to a plotter, like a cutter, and they cut out, patternings out of fabric, and you sew it together. And this one was a 26 meter version. Well, by a mistake of a Belgian engineer, it became even 32 meters, which I didn't, you know, find very pity, but it was enormous, and nobody in the world could make it, only in the Ukraine. So there, this 25 crew, people worked on it. And this is how the pontoon looks like. It's a custom-made circled pontoon, and you connect the inflatable to it, and then you pull the plug, and it inflates. And this is how it looks like from the inside. This is marvelous. I call it the Temple of Joy. It's
I always go inside these rubber ducks when it's almost inflated or is inflated to check it, check the techniques. And I will lie down for 5 minutes and then see this beautiful cathedral of joy, yellow color, giving you energy and, you know, happiness. Unfortunately, not for you guys. This is Japan. Test on the land. It's always, you know, you need to test it because it's also a dangerous project. It looks very simple and it is very simple, but also, you know, it has to be well made and fit. And so we test it quite a few times on land and then it goes on water. It's France, it's Saint-Nazaire. And the structure you see here behind is it's a bunker for submarines, which was built in the Second World War by Hitler. Actually, the people from Saint-Nazaire have really a big problem with this bunker because, you know, Hitler made it and they have it in their town and they are transforming it into a cultural place. And there's a museum inside, I believe, and a film house. Brazil and Auckland, New Zealand. It got tucked by a boat like for a whole day around the harbor. And Japan in Osaka in the night. Belgium. Well, in Belgium something happened, something terrible happened. It got stabbed to death. Yeah. The good thing is that it connects. People were so frustrated and so angry that they started Facebook pages and whatever. They got even the police to take care of it at night. They had a stakeout, you know, or how do you call this? Police, you know? Our tax money on a rubber duck. This I find on the internet. This too. This guy is crazy. This is a Japanese guy and he made an animation. You can find it on the internet. It's horrendous. It's amazing. And he made another one. He just mailed me like a month ago. I made new movie. You like. Bye bye. You have to check it out. And this I got in 2003 or 4. And now it's almost there. It's funny, huh? So artists getting inspired by it and sending them the pictures of their canvas. People in Japan are crazy, I told you. Another project. Could you please dim the lights? So it's not all about rubber ducks what I do. I make more work. And this is a small clip of how I create my work in production. Before this, I obviously sketch. How does that kind of scale effect influence us? What do people say? What do people think when they see this? Well, I think it makes us all equal, I think. That's for a start. So if something's really big or bigger than us, we get more equal. Also, I think architecture needs something, you know, that responds.